Zo, het is nou net 12 uur. Ja, we gaan klaar hoor. En we hebben net er alles ingegooid. Dat je hebt hard meegeholpen. Je hebt inzicht, je kent twee dingen tegelijk. Wij niet. Maar de koffer zit weer vol. Kijk eens om. Dat is echt niet normaal. Je levert de zijkant van de auto laten zien. Bovenop kan er niks bij. Boven kan er zeker niks bij, nee. Dat is echt bizar. Hij legt laag bij de grond. Dat is die oude Mercedes van Erik. Die moet je gauw inleveren, dat ding. Dat is de Utrechtse eikel, daar. Nou jongens, dit wordt het dan. Wij met z'n drieën. Nou, we hebben even een stop gedaan, na anderhalf uur. Even de benen strekken. En de chauffeur moet even roken. En we hebben nog een andere chauffeur, die moest even pissen. Die staat aan die kant. Ja. Dus we hebben twee wonders bij ons. Nou, ik kom net binnen. Ons hoofd ook. We zijn er net, 10 minuutjes. Ik vaart nu naar achter even voor de kade. Deze boot gaan we even een dagje varen. Oh, we kunnen een stuk aanschuiven. Okay. We gaan de jongens. Mooi hè? Schipper. Ja, geweldig. We gaan weer, maat. Daar gaan we weer, jongen. Prima, jongen. Even uitrusten, even een biertje drinken. Een beetje zin al, of niet? Ik wel. Heel veel zin, moet ik zeggen. Dus we gaan ervan genieten. Like a newborn baby, it just happened.
daar wat toch filmen. De tweede lijn. Die is er voor van tel. Ja, dat liep me wel hard zo. En dit ook wel. Ik ben ook leer. In Duitsland met name. Dat zijn van die kleine tuurringen, wolfsjes. Ja, dit ben Luxemburg. Oh, oké. Okay. Ja, dat is een. Mag daar al niks uit, dus ik allemaal alleen leggen. Dan ligt hij dat oude berg. Hartstikke mooi. Lekker. Weer ook mee. Ja, wie wil een gezond eten van op? Er zit een. Dobbaten, hè? Dat is ook mee, dobbaten. Dat is ons groente. Beetje daarop. Meer dan vanmiddag nou. Ja. Nog 200. Ik kan ook bouwen met die dingen dan aan, maar kom maar door. Houd hem aan. Ja, dat ken je wel, ja. Ik moest het wel even duwen. Ja, maar hij had ook een fototoestel. Nou, dan weer bij die stangen stel. Ja, hebben jullie door mij dat jullie ergens zo'n beetje... Het winkeltje is nou ook open, die vuur ik hier ook niet op. Oh, nog even kijken. En hier lag ze weer sneeuw, Peter. Ja, diezelfde beurs waar we net in de pin. Ja. Godverrek, wel eens dat zijn. Je stoet meer komen. En zo even die troll. Hier is een troll, dat mag heel veel lawaai. We zijn in een huisje aangekomen. Een houten blokhut. Dit zijn slaapkamers. Je hebt er nog eentje. Hier slaap ik. En hier slaap een snurkmonster, Michael. Kijk, dat is hij. Mr. Pig. Big bedoel ik. Steentafel. Televisie. En de keuken. Dan even naar buiten toe voor het uitzicht. Dit is ons uitzicht. Kijk. Daar loopt Erik. Kijk. Kijk eens zwaaien. Hij is zo blij. Hij is helemaal in zijn oppies. Hij ruikt het zilte water. Hij is helemaal in zijn oppies is hij. En dit is ons uitzicht hier. Prachtig mooi. Morgen een half uurtje varen en dan gaan we vissen.
Over een uurtje varen gaan we. De bergen in de wolken. Meerhuisjes. Het is hier prachtig. Het is al een beetje voor het weer, het is een beetje bewolkt. Het zou morgen overwezen. Dat fjord komen we daar net vandaan. We varen nu naar een eiland, Kvenvar. Om in uur varen. Prachtige ijskappen overal. Even lekker in het zonnetje en in de wind. Ja. Dit is de bol van de Polarcirkel.
willen zetten. Een kabelbaan of zo. Een soort kabel of er iets. Ja, of buis, of water. Ja. Dat is er energie op in. Ja, dat kan ook, ja. Oh, we hebben die camper weer voor ons. Bootje. Dat het blauw is, Michael. Ja, prachtig mooi. Nice. Ja, ja. Spotnijs. Ja, hè? Maar dan ben je op de andere in kamer is. Dat we dat vorig jaar ook, of die jaren voor hebben we heel veel verspild. Shit, zijn kutmees. Ja. Nee, ja, we hebben heel goed gevangen. De kuil. Die loopt. Die op de plek op de bodem. Die hangt ongeveer een chip in de bodem. Nou, dit is de laatste overtocht. We gaan nu naar het eiland waar we gaan vissen. De jongens staan daar. Even net wat deze eten. Het laatste stukje, hè? Heb jij hem weer, roze camera? Zie ik eruit als Jos Brink? Ja, gelijk, weet je wel, schrijf jij zo, jij? Dan is Robert je kroephoekje. Wokkel. Nou, ik heb die primeur straks, jongen, ik heb nog wel iets roze. Ja, hou hem maar. Ja, die heeft niemand. Roze pilke.
Is this alive? Yeah, I'll be early, yeah. Okay. Paalbootje. Ja, maar. Wat is dat bij dat? Im Unterkiefer. Mooi, hè? Lekker aan. Nou, hoor dan maar in. Ja, kom iedereen dan? Of hem daar? Ja, is goed. Ja, wat? Kom hier. Hé, man. Nou. Yes. En misschien Scepter, zijn we met een groot? Nou, die wil ook zo op de rest. Nou, ik denk Scepter gewoon weer. Nou, hartstikke mooi. Ja, de Scepter is prachtig. Is two speakers on mail? Dat was een kwekker hoor. Oké. Dat komt wel. En ik hou bij jou. Het is altijd een beetje moeilijk met die lijn om die auto te krijgen. Ja, ik pak die klantjes eigenlijk. Ik kan nog een mooi dikke speaker af. Thanks, Roy. Goed. Oh. Ik kreeg die er niet af. Hele mooie. Ik zet hem mooie stap. Kabel jou. En de Pen Regiment met de Pen. Wat is het? Spinfisher. 6500. Top! Nano met een houboord. En Peter met een houboord. Wat is anders?
Dat is nu nog wat dicht. Nou, gaan we nog beter filmen, ja. Mooi! Ik ga er nog maar verder. Jongens, knal op. Ja, knal. Nou, laat maar even zo aan, dan ga ik naar nog even op. Nee, dat is ook koolvis. Dik hè? 5 meter. Moest hem even in de lengte pellen. Heel mooi. Ik wil hem even mee, hoor. Ja, help ze naar nog even, Peter. Godverdorie, dat is een knol, jongens, hoor. Waar ga je mee brengen? Kurf! Deze kant. Doe iemand. Hey, thanks. Ik loop met die vissers in zo aan. Godverdorie, jongens. Dit is een record. Ik heb je nou wel verteld, jongens. Weet je nog, man. Oh, wat een been, kerel. Ik ook. Oh, verdriet. Voor als je dood gaat. Wat een stoot. Nou, dit is die blad wel oorlog. Dan neem jij maar mee, hoor. Die record. Kom maar in, maar. Kom maar, hè. Ja. Jullie met jullie uilbord. Dat verwacht je, hè? Hij was sterk, joh. Hij was dik, joh. Oh, hij is echt dik. Hij is die mij weer ook zwaar. Klopt toch? Ja. Je kan niet lang chillen, daarom ook weer terug voor. Hey, 1,17 meter koolvis. Bolga, super. Yes! Ah, maar iedereen weet met z'n koolweer. Ja, dat weet ik. Weer mooi. Ja, maar alleen maar chillen, ja. Zo. Het was toch een koolweer. Ja, dat is mijn helder. We geloven Peter ook niet meer. We geloven Peter ook niet meer. Ah, die is geen. Nou, laat hem maar even zien. Ja. Dit ah, ook weer. Oh. Ik kan niet goed pakken. Dat is wel mooi, hè? Ja. Sorry, ik kan niet goed pakken. Ik moest nog wat anders. Ja. Kijk eens, dat is een mooie. Ja. Even de... De gaf. Moet ik gaf even? Ja, ik moet ook filmen. Ga je hem gaf? Ja, ik heb wel gaf, toch? In zijn bek. Kom op. Ja. Ja. Oh.
Nee, is goed. Is bek gewoon rustig dan. Ja. Heb je hem? Ja, kijk eens. Goh. Even wachten. Ah. Mooie kabel voor jou. Wauw. Ja. Hey, dat is een echte, hè? Dat is een echte. Goed zo, jongen. Wat mooi, hè? Ja. Zeker. Nou, je hebt er één. Goed, mooi, hè? Jongens. Mooi, hè? Ja, heel mooi. Daar ben ik heel blij mee. Ik loop nog even terug naar de vangst. Met de zanddeel. Hartstikke mooi. Even beet pakken. Eigenlijk moet je hengel pakken. En je even, en je even. Dat is een mooie, Erik. Mooi kaal bij jou. Dat is een mooie kaal bij jou. Ik zei 1,90 cm, denk ik. Schat ik. 85, 90. Mooi ding. Okay. Goed gevangen, jongen. Leuk. Hartstikke mooi. Mooi. Dus even weer terug, hoor. Abort, even gaan hoort. Veur uit het zon bedoel je? Nee, maar. Die vang ik nog wel mee, hè. Als ze terug wil zitten, dan is ze terug. Mooi, even een picture. Ik zal even. Nou. Mooie kabeljauw en de zanddeel. S'avonds. Dit is ons uitzicht. Ja.
achter ons verblijf. Zo verschrikkelijk mooi. Onze lijf. Ik zeg, dit is onze lijf. Ik zat even te filmen. Uit wijf. Nou, dit is onze slaapkamer. Deze is mijn slaapkamer. Tweede keer nachtvis met de jongens. Ik er niet. Ik ben vandaag al een keer geweest. Ik ben genoeg. Die battle is ook heel... Die vind ik ook zwaar. Maar deze... André Werner. Helemaal links Michel. En daar is Erik, de middelste. Het is nu 11:30. En de huisjes, wij wonen op nummer 1. Keuken. Koek uit die vriezer helemaal achterin. Groot scherm. En zo kijk je weer naar buiten. Slaapkamer. Dan hebben we rechts de douche met de wc. Mooie douche. Zo. En hier hebben we ook een slaapkamer. Hier slaap ik. We hebben 4 slaapkamers. Met overal 2 bedden. Dat ken ik niet.
slaapt beter. Kijk die maar doen. Zo. Ook weer twee bedden. Ja, en zo kun je naar boven. Hier is de trap. En daarboven. Hier ook weer de slaapkamers. Ook weer met twee bedden. En hier ook nog weer een. En dan heb je hier ook nog weer een kamer. En een balkon. Thanks, hè? Putten voorop. Kwart voor 12. S'nachts. Gigantisch hier zo. Thank you.
van. Mooi bakje vis, jongen. Kunnen we weer schoonmaken. Geweldig. Mooi bakje vis, of niet? Kijk. Nee. Dat ik nog ooit met een Utrecht op stap zou gaan. Hey. Ja. Echt ongelooflijk. Ze maken nog zo mee. Hey. Hè? Maar hij is gelukkig niet zo fanatiek. Nee. Hè? Dan slaan we elkaar de hondenhok uit. Even je aanbeet filmen. Hier op Bolga, eilandje tegenover zee aan, bij de Polar Circle. We gaan hier een beetje vissen op kabeljauw, koolvis en hopelijk huilbos. We gaan het vandaag even proberen op grote koolvis en grote kabeljauw. Daarvoor gebruiken wij een mooie sandhiels van 7 Skeer, uiteraard in diverse kleuren. 150 gram, 100 gram, prima voor de open zee met weinig wind. De wat kleinere sandhiels, ideaal. De pollak tegen eilandjes aan. Uiteraard daarbij gebruik je hele sterke wattels. Goede sterke splitteringen. Een goede grote kabeljauw of een koolvis die trekt zo'n splittering helemaal open. Komt weer dat goed van tevoren. Je kunt met herring, de puffin, Santa Rosa. Nou, je hebt diverse kleuren. Hele goede aas voor de grote koolvis, kabeljauw en helbos. Uiteraard diverse soorten shets. Nou, er zijn honderden soorten shets. Ieder zijn eigen kleur. De Berkeley, Gulf of Life. Prima aasje, goede kleurstof, moet je altijd bij. Daarnaast gebruiken wij de toplijnen. De toplijnen van Berkeley Whiplash en de Stealth Spiderwire. Buitenaards gebruik je een hele sterke onderlijn. Minimaal een metertje, 80 tot 1 mm. Dit heb je nodig in verband met de sterke rasp in de kaken van de kabeljauw, huilbos en de koolvis. Je wilt niet dat je je favoriete vis verspeelt. Wat voor hengels gebruiken wij? Wij gebruiken natuurlijk allerlei soorten hengels. Voor het iets zwaardere werk en op een iets grotere diepte. De pen popping. Uiteraard uitstekend geschikt voor dit type cutbait. Met een mooie spinvisje. Wij gebruiken dan de 5500, maar je hebt diverse soorten, maar dit is een mooie combinatie. Dezelfde soort popping, maar dan met een hele mooie conflictmolen. Een van de nieuwere types, een prima molentje. Heeft ze werkelijk goed bewezen. Gaan we het vandaag ook meedoen. Daarnaast,
wij een paar hele mooie eilandjes tegenkomen of ondieptes waar wij kollak verwachten, gebruiken we een mooi licht hengeltje van de Regiment serie. Uiteraard gevuld met een mooie sandhiel. Klein molentje, een 360 of een 460 van een slimmer. Daarnaast hebben we nog een tussenklasse hengel, de Inshore, vervanger van de Overseas. Een keer prima tot 150 gram in vissen, ook een mooie conflictmolen eronder. En wij gaan het vandaag eens even proberen boven zee. En jullie zien de resultaten, die zien jullie straks. Dan ben je zo een berg. Ja, die paard van schier, hè. Dus het is een doorwerk meer leek verder, weet ik. Hij komt verder. Ja, een mooie. Uit Utrecht. Hebben we meegenomen, maar ja, wat moet je ermee? Oude slaapkop. Dat is het elftal van hem. Hier, prachtig. Beetje veel wind. Thank you.
visboot als hier. Dat huisje is in een ander perspectief. Een gat in de berg. Ik denk niet dat het de deur keert. Dat komt er dat dit allemaal naar beneden verhalen is, word ik naar boven afstaan. Dat was zeker dit. Nee, dit uitzicht. Rolling witte vissen tussen de scheren. Stond hier in een graad. En dit is een dwars door de berg op Bolgaan. Ik heb mijn schriftje geschreven. Je noem dat je er weer bent. Het waar hier ongelooflijk uit door een klein gatje in. Logisch. Een klein trappie. En ik ben er aan huilen eerst maar. Een schouder is. Skiedeur gewoon kom ik in elke keer nog aan de berg. Camera een beetje uit om zich te focussen. Maar we zullen zijn. Andere kant van het gat. Het is gewoon daar de kloof. En dan word je hier op trakteerd als je aan de andere kant uitkomt. De scheren een rondom Bolga. Thank you.
die oude eiland kwijt. Dat is een stekker zeker, dat is een deur voor het bord. Ja, voor mijn deur, Robert. Zo bij onder, hij is ook echt door. Een keer wat schudden, dit gebeurt. Het kan iedereen gebeuren, André, alleen het domste het eerst. Doe maar lekker stoer, joh. Hé? Als Hans hier was geweest, had hij het ook gezegd. Nou, nog zo'n slager hier. De boetje van Wildervaar. Nou, dat is niet.
Dan moet je niet zeggen, dan gaat het doen. Ja. Straks is een zeeduivel of zo. Hij bonkt niet meer. Hey, zwaar. Liep je handkap bij jou? Nee. Ja, dat zou ik wel even denken. Leuk voor de foto. Kabeljauw. Top kabeljauw hoor. Hey, joep wel. Zo, even kijken wat hij heeft. Kijken. Oh, hij komt net naar boven. Ah, mooi. Mooie visje. Ja, je zei al, je wist niet wat je had. Kun je de haak even pakken, Mike? Want ik weet niet of dat wil hoor, in de bekkie. Huh? Ik weet niet of dat wil in dat bekkie, maar... Kun je het niet optellen? Nou. Nee, goed hè? Ja, wacht maar. Nou, hij zit net op tijd af. Nou, daar ligt hij. Willy van der Kaal bij jou. Dat is een lengere. Goed zo, Erik. Ja, misschien niet de grootste, maar hij is van harte welkom. Hey, zo is het. Zo is het. En zo ook vermoeden dat we weer gaan varen. Dat weet ik wel zeker. Van nou mogen kleur af. Nou wel ja. Hoge drukreiniger in de buurt of niet? Ja, ja, ja. Ja, hè? Ja.
Aan de wal, hè? Ja, hij blijft maar filmen, hè? Die jongen zit maar redden. Ja, vind ik wel. Gaat het zo, Michael? Dat is een bijzondere eland. Beetje stijl. Een beetje buiten adem. Nou, dan kijken we een klein stukje verder. Wat een uitzicht. Dat is een beste hoogte. Ik ga maar gewoon door mij. Mooi, hè? Woehoe! Echo! Vond ik het pas hier omhoog. Muis? Oh. Nou, dan gaat hij ook. Dan gaan we weer naar beneden.
Ik heb eruit. Dat zijn ongeveer de maatjes die jij gaat vangen, André. Droom maar rustig verder, jij. Als je wakker wordt, hè, dan weet je wat er komt, hè. Wat een ene zetpilletje allemaal niet doet bij jou. Mooie dikke koolvis. Hele mooie. Over deze vakantie. Is dan de bieling verder? Ja, zo hebben we het. 1,16. Ja. Die van jou eens ook zien? Yes. Als je nog wat tegen je vismaten wil zeggen, nu kan het, hè? Hij heeft er spijt van, een hand zo. Nou, we vangen er nog wel één voor Hans. Ja, kijk, nee. Kijk, Michael heeft er al één. Met een flesje Prosecco. Voor Hans. Peter ook. Wat mooie. Ook een bouwer Peter? Hey, hallo.
Ah, nee, dit is mooi. Hele mooie. Klasse, jongen. Is je weg? Ja. Ah, oh, zonde man. Sorry. Zijn al die jongens die kennen niet kennen vissen? We deden een andere. Oh, heb ik weer de naam? Een grote koolvis en dit is bolga. Geweldige actie van de Pen Regiment Popping Spin. Combinatie met een 6500 spinfish. Jongen, jongen, dit is actie hoor. Hey. Dit is werken. Beter dat ook niet liggen, ja. Daar komt hij aan. Grote koolvis. Pak hem zelf wel. Is dit allemaal in muus? Nee. Nee? Zeg toch?
meters. Bolga! Super! Veel beter in. Beter in de hanen. Ja, daar komen we naar Peter. Pak hem maar even op. Eén op de film. Pak hem alleen deze. En misschien overleeft hij het wel. Schiet ze allemaal leeg. Zo, dat flikkert man, dat werkt. Mooi hè? Iets over een meter denk ik. Nou, gaan we er weer in hoor. Heel mooi. Ja? Accommodatie Bolga via Corners Travel. Geweldig. Super. Geweldig gedroeg. Nou, goed erin. Mooi, ja? Weg is hij. Hey, wie liggen daar naast ons? Spionnen. Spionnen. The spy who loved me. Oh, lekker. Flink mooi weer, hè? Schijn bedriegt. Zal Peter ook nog een paar? Er zijn ook wel helemaal wolken in de achtergrond. Hij zit mooi droog. Wie ligt gewoon in het oog van de orkaan, denk ik. Ja. Dat lijkt het wel. Op.
mooie gul en een sandhiel. En een slammer en een spin regiment. Geweldige combinatie. Oké. Is nou nog alles, joh? Nee, joh. Nou, Hij heeft er weer een bordje. Gast, Jan-Henk. Ja. Ik ga even naar ons toe, hoor. Ja, ik ga hem hierheen, hoor. Ja, ik knip me, ja. Kun je een beetje naar voren staan, jongens? Wil dat? Een beetje naar voren lopen? Zo? Ja. Mooi. Oh, de flikkers. Duel, drul, koolwis. Die van Robert is iets groter, denk ik. Dat is een duo drill koolvis met een regiment indoor popping spin. Indoor, inshore. Inshore popping spin. En met een 360 slammer en een 64 slammer. 50 gram spinstof. 55. Die is heel erg groter dan die, denk ik. Ja. Oh, ik ben hem kwijt. Dat is jammer. Nou. Een beetje dichterbij. Oh, er zit nog veel meer. Hey. Er zit nog veel meer. Wat voor een kill. Kom jammer nog sport. In de indoor popping spin. Ja, dat duurt nog wel even mee. Oh, ik heb... Ga maar door. Waar is jouw nano? Ja, maar niet aan zo'n dun hengeltje. Mooi, hè? Ze zitten nog steeds, hè? Op de plateau. Tenminste op de bodem, ze zijn allemaal lastig. Nou, we hebben een plek gevonden. Dit is een hengeltje, Raf, hier waar jij het ging aanblazen dat je al krom ging staan. Ik kom eraan, ik kom eraan. Hoe was dat, meneer? Awesome! En de 50 gram, hè? Hey. Wow.
kort voor drie. Zo, was dat ja. Zo, die is niet een mooie kans. Nee, die heb een keer een tik uit. Mooi. Geweldig toch? Super. En daar hier boven op Bolga, accommodatie Bolga, via korte streffel. Grote kun je ze volgens mij eens niet vangen. Top. Nou, ik kom weer terug. Als het overleeft. Ja, hij is nou die groot. Nee. Vergelijkbaar dingen met. André, een dikke koolvis aan de lijn. Laat hem maar zweten, die Rotterdammer. Fuck yes. Pak eens, jongen. Dat moet ook. Mooi als je 21 was, weet je wel. Dat je die grote land als bij Hutten, zeg maar. Je bent 18 en 17. Als je dan maar 21 is, dan wel gek, weet je. Dan moet je die staart van jou erop plakken. Niemand dit ziet. Denk je nog dat hij hem binnen gaat halen vandaag, of niet? Ja, ik hoop het wel. Morgen ook, hè, want het is voor 12 net. Ja, daarom. Hup, daar gaat hij weer. Dat is echt uit, hoor. Dat kan niet anders. Hij trekt er flink aan. Zal ik maar even stoppen met opnemen? Nog wel strak. Kut. Jan, hè? Zeg maar iets. Mag. Nee, doe ik niet. Oké. Wat ben je nou weten?
Dat is waar. Ja. Andere kant. Een baby. Kijk eens jongens. Prachtige koolvissen. André ook. Ja? Mooi hoor. Nou, gaat hij weer. Oké, André. Schud een beetje. Netjes! Nou, vis en spieker. Van de wind, joh. Ik heb mijn kant leunen. Aan elkaar vul. Ja. Nou, de zon komt er al in de verte. Oh,
Kom een buitje alweer. Hey. Daar zitten de huisjes. Hoi. Van de wind, joh. Ik heb het al niet stil houden, joh. Misschien het zeg. Uitzoomen weer, want het beeld rustiger. Het dorpje Bolga, prikken. Met de haven. Doorgedrongen. Weet je wat zo mooi is, dit eiland? Hoe laat is het nou? He? Hoe laat is het? 9 uur. 9 uur 's avonds. Oké. Okay. Bij de auto te komen. Kijk, alles sneeuw in mijn snuffert. Oh, koud hoor. Ja, ongeveer nul. Nou, het is 0 graden. Ja. Het is eigenlijk 0 graden, ja. Oh. Ik zet er de berg. Je zit rustig aan, hoor.
Dat is toch gewoon ook een baby. Ja, een kik zo. Ook baby rendier. Ja. Mooi man. Ja. Nou, Robert is ook wel aan het filmen. Ja. We hebben nu niet foto's. Als het eruit komt, ben je langs de weg. Dikke hele handen hoor staan om in nou zo. Rendiers. Hey, Rudolf! We've got Rudolf! Je is helemaal af, man. No. Je bent Mac. Laatste dag. Nou schijnt de zon. Heel de week niet gehad. Heel klein beetje wind. En dan kun je zien wat een prachtige omgeving dit is. Op de achtergrond de besneeuwde toppen van de bergen. Schitterend. Land. Nog steeds de meeuw, die is een broeder. Hij zit al een tijdje op zijn nest. Hij is een pootje geweest. Die was van Nano, Robert, Heijo en Peter. We laten nu Bolga. Dit was ons visgebied ook, tussen de fjorden. Pontjes waar we mee varen steeds. De ene groter als de andere. En hier overheen kijken. Zijn
met drie auto's op. Dat is de berg van Dolga. Ja. Zo slingen. Heeft lekker gespeeld? Ik wel, de ballenbak. Het is een heel oud gebouw, 18e eeuw, 19e eeuw denk ik. Prachtig mooi. Het kabinet, schrijftafel, de uitgang geweest voor. Ooh.
frightened ones. Did you hear the falling bombs? The flames are all long gone, but the pain lingers on. Goodbye, blue sky. Goodbye, blue sky. Goodbye. Goodbye. Hi, it's